Ena, de vloer is voor jou. Bij deze een heel hartelijk applaus graag voor Ena Fouten. Goedemiddag, dames en heren. Ik ben ongelooflijk blij zoveel gezichten hier vanmiddag te zien. Het vergt, denk ik, überhaupt geen overtuigingsmogelijkheden om mij te vragen, mogen we deze masterclass op industrieel ontwerpen houden? We zijn heel erg trots. We zijn een faculteit die over 2 jaar 50 jaar bestaat. Voor een faculteit relatief jong. Maar we hebben inmiddels wel 6000 ontwerpers opgeleid. En momenteel hebben we zelfs 2000 studenten die hier studeren. Wij zijn ongelooflijk blij. En zeker vandaag ook met ons thema Design for Our Future. Want wij zijn eigenlijk de mensen die inzicht geven in wat de toekomst ons te bieden kan hebben. En misschien een hele korte uitleg hoe we hier zo komen. We zijn ongelooflijk blij dat Laurens hier is, want hij is een verbeelding van het verhaal wat ik nu ga vertellen. Wat we eigenlijk van huis uit doen, we zijn productontwerpers. We zijn inmiddels opgeschoven naar serviceontwerpers. En wij ontwerpen nu zelfs systemen. En hoe doen wij dat? Wat wij altijd combineren, is deze driehoek. Wij willen ervoor zorgen dat de mensen het leuk vinden, dat ze het graag willen gebruiken en willen zien. Dat de technologie het aan kan, dat het feasible is. En tegelijkertijd ook dat een business daarop kan blijven bestaan. En alleen als je die driehoek goed volmaakt, dan heb je een goed design geleverd. Dat moet je natuurlijk doen, maar er is nog wel een vraag, hoe doe je dat dan? Dat is leuk om conceptueel te zeggen. En wat wij doen, is eigenlijk een verhaal, waarom doe je het? Wat grijpt je hart? Vervolgens, hoe doe je het dan? En dan de resultaten die eruit komen, zijn onze designs. Wij vinden dat verhaal soms moeilijk, we hebben fantastische voorbeelden, daar beginnen we dan, maar eigenlijk is dat niet het verhaal. De attitude die ik heel erg veel tref hier op de faculteit, is wij willen het leven voor mensen verbeteren. Nou, die attitude is wel heel goed, maar niet heel erg specifiek. Wat ons specifiek maakt, is hoe we het doen. Wij doseren een heleboel methodes. Je moet je voorstellen als een toolbox. Hoe ontwerpen wij nou samen? Hoe werkt zo'n proces? En in deze opleiding ga je heel veel malen door een ontwerpproces. Inzoomen, uitzoomen, prototypes maken. En daar krijg je op een gegeven moment je competenties uit. Daar krijg je een goed gevoel bij. En omdat we allemaal diezelfde taal spreken, dezelfde methode gebruiken en dezelfde competenties zeg maar, gehoond hebben in ons studentenleven, kunnen we elke kennis die we nodig hebben aan boord trekken. En of het nou psychologie is, of het is materiaalkunde, of het heeft iets te maken met artificial intelligence, die kennis kun je, omdat je dezelfde taal spreekt, allemaal aan boord trekken. En hoe zien wij eigenlijk designers van de toekomst? We hebben dat in een plaatje gezet met 5 balletjes en ik zal ze proberen 1 voor 1 even uit te leggen. Moet u voorstellen, aan de linkerkant van dit plaatje zit de menskant en aan de rechterkant de technologiekant. Linksonder een personal value designer. Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Als je kijkt naar hoe wij communiceren met onze vrienden en onze familie en daarbij je bedenkt dat vroeger was het een postzak die uit de trein werd gegooid, toen kregen we op een gegeven moment de telefoon. De telefoon die ging zo, volgende telefoon met draaitoetsen, tiptoetsen, nu doen we het vandaag de dag. En wat doen we vandaag de dag? We bellen eigenlijk niet eens meer met dat ding. Maar wat het al die tijd heeft vastgehouden is de persoonlijke waarde, hoe wil ik communiceren met andere mensen. Dat hebben we anders uitgevoerd. Maar het is heel belangrijk dat we de mens daarbij goed blijven bedienen. Ga ik naar linksboven, dat is eigenlijk een heel hoog systeemniveau, waar je eigenlijk vanuit moet gaan dat maatschappelijke problemen die er zijn, die zou je eigenlijk het liefst bottom-up willen oplossen. Een voorbeeld, in Den Haag was een stadswijk en daar stond een oude fabriek. Die stond er al 10 jaar weg te rotten en er gebeurde niks mee. En de mensen in dat stuk van Den Haag ergerden zich daar ongelooflijk aan. Die hebben de fabriek gekocht, hebben de fabriek weggehaald en een fantastisch park voor hun gebied opgezet. Eigenlijk heb je dan een groter probleem waarvan de gemeente ook denkt, wat moet ik met die fabriek? En de mensen ter plekke lossen het op. Daar hebben we meer van nodig in de toekomst. Ga ik even naar rechtsonder. En dat heeft te maken met productie. Wij zijn begonnen als productontwerpers, dus zijn heel sterk opgeleid in productie. Maar de productie vandaag de dag gaat ook enorm veranderen. Je moet je voorstellen dat Internet of Things ook in de productie een grote rol gaat spelen. En wat we vandaag heel makkelijk kunnen doen, is wij scannen een lichaam en maken dan een 3D-oplossing voor mensen die precies past. Je kunt denken aan een prothese als mensen een hand zijn verloren. Maar je kunt ook denken aan totale tailor-made kleding die je direct zou kunnen maken. Advanced Production Designer. En rechtsboven is eigenlijk het summum van die Internet of Things. Dat is een woord wat jullie denk ik wel vaak in de krant lezen. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Je kunt je er heel veel bij voorstellen.
Maar stel, je bent een ontwerper, je bent geweldig lekker aan het werk en je bent een prototype aan het maken en je mist een bepaald onderdeeltje. Je stelt jezelf de vraag, waar kan ik het onderdeeltje krijgen? Hebben ze het op voorraad? Hoe kom ik er met de auto? Waar moet ik parkeren en hoeveel tijd neemt me dat? Als er een systeem zou zijn die je dat snel zou kunnen uitleggen, zou dat niet fantastisch zijn? Intelligent Interactive System Designer. Dit is slechts een voorbeeld. In het midden zijn het eigenlijk mensen die meer naar de business kijken. Van een enkel product zou je graag willen opschalen, zou je er heel graag meer van willen verkopen. Maar het kan ook zijn dat een maatschappelijk probleem zo groot is dat je het niet in één keer kan aanpakken. En dat je kleiner moet beginnen om te laten zien dat je er wel degelijk iets mee kunt. Nou, het is een heel verhaal. Ik ga het niet te lang maken. Ik denk dat het fantastisch is vandaag om te zien dat iemand als Laurens van der Akker al deze 5 profielen in zich heeft. En bij Renault gaat laten zien. En wat niet onbelangrijk is ook, dat hij dat al eerder heeft laten zien als je kijkt naar de verkoopresultaten van Renault, 2012 tot 2016, een plus van 25%. En de winst die ze hebben gemaakt is meer dan verdrievoudigd. En een ontwerper die moet een goed verhaal hebben, maar wat het allerbelangrijkste is, is dat je klanten het een goed verhaal vinden. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier vanmiddag met ons topicoon Laurens van den Akker. Dankjewel, Ena Wouten. Ja, en dan nu de masterclass waar het allemaal om draait. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Laurens van den Akker. Dankjewel Sunny, dankjewel Ena. Welkom aan iedereen. Een aantal van jullie aankomende studenten. Mensen die ons volgen op Facebook, livestream. Ga mee. Ik ga jullie vandaag een verhaal vertellen over Renault Design. Waar we naartoe willen gaan. Maar Ena vroeg of ik eerst even wilde vertellen hoe ik in godsnaam deze positie heb gekregen. Want dat is een vraag die me regelmatig wordt gesteld. En ik kan je vertellen, je kunt tegenwoordig in 3 uur van Delft naar Parijs reizen. Maar ik heb een omweg genomen. Ik heb een omweg genomen omdat ik eerst na mijn afstuderen op industrieel ontwerpen, zoals dat toen nog heette, in Delft, een baan heb gevonden bij een klein ontwerpbureautje in Turijn. Dat was destijds het Detroit van Europa. Daar heb ik leren schetsen, ik verdiende niet zoveel. Dat zul je vaak hebben als studenten en als designers, dat je in het begin heel weinig verdient, ook al leek het heel veel. Ik verdiende geloof ik 375.000 lire per week, cash, maar dat had echt niet zoveel waarde. Maar ik heb daar genoeg geleerd om net met mijn op hakken over de sloot binnen te kunnen komen bij Audi, destijds in 1993. Audi had een fantastisch designteam, stond net op het punt om door te breken met de Audi TT en de Audi A6. Dus het was een enorme goede leerschool voor mij, waarin ik eigenlijk heb geleerd niet alleen te ontwerpen wat mooi is, maar ook wat juist is. Toen, na 3 jaar Duitsland, ben ik meegetrokken met mijn toenmalige designbaas Jay Mays naar Californië. Eerst 2 jaar in een designstudio SHR. Vervolgens een kleine stint gehad bij Volvo in Helmond. Die studio bestaat nog niet, nu niet meer, maar dat was een leuke studio op een steenworp van waar ik geboren ben. Met een goede manager, Peter van Kuilenburg, Pieter Horbury, waar ze mooie dingen maakten. Weer terug naar Californië om bij Ford te beginnen in Californië, hoofd van de Brand Imaging Studio. Door naar Detroit, ik ging van Californië naar Michigan. Meestal verklaren de mensen je voor gek als je dat doet, want die willen de andere kant op. Nou, teruggaan naar Michigan is een beetje verbannen worden naar Siberië, zeg maar. Vervolgens vanuit Detroit naar Hiroshima in Japan, waar ik hoofd van design van Mazda ben geworden. Gedurende 4 jaar en vandaar uiteindelijk terechtgekomen in Parijs. Stad van het licht, stad van het leven. En dat is een mooi avontuur. Nou, de dingen die ik heb opgestoken door veel te reizen zijn eigenlijk... Je komt erachter wie je bent. Je moet soms vertrekken om erachter te komen wie je bent. Ik kwam uit Brabant, ging naar Delft, kwam erachter dat ik Brabander was. Toen ging ik van Delft naar Italië, toen kwam ik erachter dat ik Hollander was. Toen ging ik van Italië en Duitsland naar Amerika, toen kwam ik erachter dat ik Europees was.
En toen ik van Amerika naar Japan verhuisde, kwam ik erachter dat ik westers was en niet oosters. Dus je leert ontzettend veel als designer door weg te gaan. Je leert ook nieuwe culturen kennen. Je leert nieuwe mensen kennen. Je leert de klanten, die je toekomstige klanten, van dichtbij mee te maken. Dus als je de kans hebt, doe het. Als iemand je vraagt, hey, kom naar deze studio in Duitsland, Italië, Japan, China, India. Zeg geen nee, je bent te jong om nee te zeggen. Je kunt altijd nog later nee zeggen. En als je lang genoeg niet nee zegt, dan staan jullie over 18 jaar ook hier, waar ik nu sta. Bij Renault, voor de mensen die het niet kennen, het is een relatief groot bedrijf, een marktgeneralist noemen we dat, 125.000 mensen, meer dan 3 miljoen sales, meer dan 50 miljard omzet, dus een serieuze business. We zitten in 125 landen en iedereen is natuurlijk hier in Nederland relatief bekend met Renault. Ik dacht, vertel je iets over de Renault design, hoe we werken, wat voor disciplines we hebben, vervolgens de design strategy die we moesten ontwerpen en dan ook market results, want zoals Ene net zei, het is niet alleen belangrijk wat je ontwerpt of het mooi is, maar levert het ook resultaat op en dan een blikje in de toekomst. Renault design, om kort te gaan, hier zie je het Technocenter, dat ligt 20 kilometer ten westen van Parijs. Het is een heel mooi Technocenter waar 12.000 engineers en designers werken. Vroeger had Renault al zijn ontwikkelingscentra midden in Parijs, in Boulogne, op 55 verschillende adressen. Nou, dat kon natuurlijk niet goed gaan, dus ze hebben in 1996 alles verzameld in Guyancourt. In geel zie je het design center. We hebben ongeveer 10% van de oppervlakte in handen. En het is een vernieuwd design center. We hebben veel plek nodig, want we willen graag de auto's bekijken van veraf, van dichtbij. We hebben heel veel verschillende disciplines. We moeten ook goed kijken. We zijn ook een soort United Nations of Design. Ik heb in ons team op het moment 30 nationaliteiten. Mensen van overal en ergens. We hebben een designer uit Mongolië. We hebben een chief designer uit Hongkong. We hebben jongens uit Venezuela, Colombia, Rusland, Wit-Rusland, Japan. Hoe je het maar kunt bedenken. We zitten niet alleen in Parijs. We hebben ook studio's in Sao Paulo, in Boekarest, in Mumbai, Chennai, in India, in Seoul, in Korea en binnenkort in China. En we werken voor meerdere merken. Hier staat Group Renault, dat wil zeggen Renault het merk, maar ook Dacia, ook Alpine en ook Renault Samsung Motors, wat in Korea wordt verkocht. Nou, we werken niet alleen aan de productieauto's, we doen ook concept cars. En het is altijd leuk om onze eigen auto's mee te kunnen nemen. Hier achter mij staat de Symbioos en buiten staat de Tresor in de regen. Ik had gehoopt dat het hier een beetje beter weer zou zijn vandaag. Maar gelukkig staat er een tent omheen, want als het dak open gaat, dan regent het wel naar binnen. Light commercial vehicles doen we ook. Alle bedrijfswagens, Renault Sport en alle accessoires. En dit is redelijk uniek. Renault Design is ook verantwoordelijk voor de corporate identity. Dus alles wat je eigenlijk kunt zien. Wat betreft de disciplines die we hebben, is natuurlijk exterior design ontzettend belangrijk. En dat is het autootjes tekenen, als je dat zo wil uitdrukken. Maar de jongens die we hebben en de meisjes die we hebben, zijn echt onvoorstelbaar getalenteerd. Die hebben daar echt een passie voor. En ze kunnen hun ideeën heel goed uitdrukken op papier. Dat is de kunst als ontwerper, dat je kunt communiceren zonder te spreken. Dat je tekeningen spreken voor jou. Dan zie je dat er steeds meer specialisaties komen. X-Lab is een studio waarin we werken aan de high-tech lampen, wielen, alle exterior components. Clay modeling, dat is namelijk ook het leuke van autodesign, dat we werken met high-tech, maar ook echt nog met onze handen in de klei bezig zijn met het maken van sculptuur. En sculptuur, deze combinatie van handcraft en high-tech, is werkelijk wat ons designleven zo interessant maakt. Natuurlijk wordt digital modeling steeds meer belangrijk. Je ziet dat hier enkele voorbeelden van hoe sophisticated tegenwoordig deze nieuwe technologieën zijn, waarop we op bijna meer dan real life een indruk kunnen geven van de nieuwe modellen en de nieuwe vormen. Dat doen we niet alleen op een turntable,
dus dat de auto simpelweg ronddraait. Maar we zijn ook steeds meer bezig te filmen op locatie. En daar plaatsen we dan digitaal onze modellen in. Omdat het natuurlijk heel anders is als je een auto ontwerpt voor een Europees land of India of China. Dus op deze manier kunnen we auto's vergelijken, we kunnen ze in een omgeving zetten en we kunnen duidelijk de context weergeven. Interior design met digital modeling en physical modeling. En ook op interior design kunnen we heel goed weergeven met alle color materials wat de werkelijke impressie is van een ontwerp. We zijn natuurlijk nu bezig om steeds verder te gaan ook met virtual reality. Dat zijn hele recente ontwikkelingen, maar wel super interessant. Dus het mixen van de echte wereld en de virtuele wereld wordt steeds meer werkelijkheid, ook in onze design studio's. Een nieuwe discipline die je hier ziet is alles wat de UX en UI design. Je krijgt steeds meer schermen in je auto's. Dus wat ga je erop tonen? Wat laat je erop zien? Ik ben ervan overtuigd dat over niet een te groot aantal jaren mensen gewend raken aan de interactie met hun auto. En als jij niet de goede interactie hebt, dan kies je een ander merk. Dus dat is ontzettend belangrijk dat we daar meer van leren. En natuurlijk kwaliteit. Het designproces is misschien verrassend, er is niet zoveel aan veranderd. Het begint nog steeds met een designer die wakker wordt, op een papier een mooie schets tekent. En die schets wordt gekozen en dan heb je dit gekke bedrijf die daar 500 miljoen euro in stoppen. Of een miljard, of 1,5 miljard, afhankelijk van het programma. En dat is, vind ik, het ook het mooie van het ontwerp en van het ontwerpvak. Het begint nog steeds met de spark van een designer. Eén designer die een idee heeft gehad, die wij dan moeten herkennen in deze stapel van ideeën. 300 meter schetsen en daar de goede uitpikken. Dat is natuurlijk een hele opgave. Maar verder is het teamwork. Het begint met een spark, maar om dat ontwerp goed uit te werken, heb je een heel goed designteam nodig. Meestal, voordat we beginnen te schetsen, zijn we al een jaar bezig met etnografisch onderzoek. Product planners die proberen uit te vinden wat zijn de nieuwe behoeftes van onze klanten. Wat zijn de behoeftes van de klanten die nog niet weten wat ze willen hebben. Wat is onze designstrategie en wat is de engineering input. Want uiteindelijk moet er natuurlijk wel geproduceerd kunnen worden. Dan gaan we door een jaarlang proces waarin we van 15 ontwerpen teruggaan naar 1. En dit is een competitie. Daarin is een designafdeling eigenlijk heel speciaal. Meestal als je in een bedrijf werkt, werk je allemaal samen naar 1 doel. In mijn studio zitten designers die vechten om te winnen. En dat is vaak lastig. De winnaar is happy, maar ik heb 14 andere designers die we opnieuw moeten zien te motiveren en die weer meteen moeten beginnen aan een nieuwe job, want anders worden ze depressief of zijn anders is het moeilijk om de stemming erin te houden. Dus het is als een voetbalteam waarin je wil dat de beste spelers spelen, maar de rest, je hebt de reserves nodig, je hebt iedereen nodig om het niveau op te pushen. En nadat een ontwerp bevroren wordt, heb je 2 jaar nodig voor de industrialisatie. Nou, voor de designstrategie, je moet weten dat toen ik kwam bij Renault, was Renault een beetje zijn ziel kwijt, was de weg kwijt. Dus het was belangrijk om even te kijken wat was er mis met het merk en hoe kunnen we dat oplossen met de strategie. Nou, om een goed voorbeeld te geven van een strategie, BMW, een goede belofte, Ultimate Driving Machine, mooie producten en dit is een virtueuze cirkel. Toen ik in die tijd keek naar Renault, de belofte was niet helemaal duidelijk, de producten waren wisselmatig, middelmatig of wisselvallig. Wisselmatig waren ze allebei. En dus was het niet helemaal duidelijk wat we wilden communiceren. Nou, het is heel belangrijk dat je weet wat je wil communiceren met je designstrategie. En ik wil jullie een voorbeeld geven. Als ik jullie vertel dat dit 2 vliegtuigmaatschappijen zijn, met welke zou je dan willen vliegen? Wie wil er vliegen met de vliegtuigmaatschappij die aan de rechterkant zit? Handen opsteken, alsjeblieft. Oké. Okay. Het is geen goed of slecht antwoord, hè? Oké, okay, nog 1. Wie wil er vliegen met de linkse maatschappij? Oké, okay. Duidelijk. Nou, airline Kandinsky, zullen we maar zeggen, had een probleem.
Want ze hadden een hele goede veiligheidsnormen, maar ze hadden geen goede veiligheidsreputatie. Dus ze huurden een reclamebureau in en na 3 maanden werk en 3 miljoen euro kwam er dit uit. En nu is mijn vraag aan jullie, voelen jullie je al een beetje beter? Niet echt, hè? Waarom niet? Omdat wat je ziet en wat je leest is niet helemaal met elkaar in overeenstemming. In feite, het spreekt elkaar tegen. En je bent geneigd te geloven wat je ziet, omdat 80% van onze communicatie is visueel. Dus het visuele is zoveel sterker dan wat je leest. Nou, wat je leest noem ik brand strategy, wat wil je communiceren. Wat je ziet is design strategy, en dat zijn de objecten die wij maken. Links zie je een goede merken- en designstrategie. Rechts zie je een goede brand strategy, maar niet een goede design strategy. Nou, toen ik naar Renault keek, wisten we niet wat we wilden communiceren. En als ik naar alle auto's keek, waren ze allemaal anders. Dus op dat moment communiceer je confusion. En daar moesten we natuurlijk zo snel mogelijk zorgen dat we hieruit raakten. Een ander probleem wat Renault had, is dat het had geen echt gezicht. En om dat te laten zien, wat is een goed gezicht? Het is een gezicht dat herkenbaar is zonder logo. Dus hier, ik laat even de line-up zien in die tijd. Hier zie je de Twingo, de Clio, de Megane, de Megane Fluence elektriek, de Laguna, Latitude, Modus, Scenic, Espas, Koleos, Kangoo en Traffic. Mijn conclusie was, het enige wat consistent is, is het logo. Mijn tweede conclusie was, je kon eigenlijk niet eens zien dat het logo er was. Als je bijvoorbeeld deze Clio zag in de straat, wat heb je dan gezien? Dan heb je gezien de air intake, de luchtinlaat, de koplampen en dan pas het merk. Dus we waren niet bezig om ons merk te communiceren. Derde constatering die ik had gemaakt, is als je naar het leven van een merk kijkt, begin je vaak in een fase waarin je op zoek bent naar je ziel. En dat vind je dan, dat is het hartje. Dat is Mazda Zoom Zoom, dat is Ultimate Driving Machine, dat is Voorsprong door Techniek. Dan, als je consistent blijft, dan word je een sterk merk. Maar zelfs als je sterk bent, moet je af en toe verjongen om relevant te blijven in de tijd. Nou, ik heb een hoop mensen gevraagd waar Renault was in die tijd. En de conclusie was, Renault is een beetje verloren. En daardoor wist ik meteen wat mijn designstrategie moest worden. Namelijk A, fase 1, het vinden van onze ziel. 2, een generatie van auto's maken die dat uitdrukken. 3, waarschijnlijk nog een tweede generatie maken, consistent blijven, om te zorgen dat we een sterk merk worden. Makkelijk gezegd, 15 jaar werk. Eerste fase, het vinden van onze ziel. Wat voor merk zijn wij eigenlijk? Nou, om het simpel uit te drukken, er zijn 3 soorten merken. Je hebt merken die zijn car-centric. Heel veel Duitse merken zijn dat. Die spelen op horsepower, op technologie. Auto's door ingenieurs, voor ingenieurs. Heel veel passie natuurlijk ook. Je hebt merken die zijn meer planet-centric. Beetje amorfe merken die de wereld willen verbeteren. Heel veel Aziatische merken, met alle respect zeg ik dat natuurlijk, zitten in die legio. En in het midden heb je merken die zijn human-centric. Die beginnen met de mens als uitgangspunt. En daarin vind je merken als Renault. Daarin vind je ook Volvo. Daarin vind je ook merken als Citroën misschien. En de challenge became, de uitdaging was voor ons om te proberen om die merken, die menselijke waarden, die natuurlijk verbonden zijn met het leven, te verbinden met onze producten. Nou, wat hadden we voor producten? We hadden producten zoals de Alpine en Twingo, iconische producten. We hadden crossovers zoals Koleos, we hadden familieauto's, we hadden bedrijfsauto's, we hadden wat leuke sportwagens en we hadden ook elektrische auto's. En dit is typisch een generalist, we doen alles, maar wat willen we nu eigenlijk zeggen? Dus het enige wat ik probeerde, en ik kreeg een ingeving en ik dacht, probeer iets te doen met leven. En ik kwam op het idee van de cycle of life. Iconische auto's, het leven begint met verliefd worden. Dat kunnen onze iconische auto's zijn.
Als je verliefd bent en je hebt je vriend of vriendinnetje gevonden, ga je de wereld ontdekken. Daar heb je een crossover nodig. Je gaat je nieuwsgierigheid achterna. Het gaat goed, je begint een familie. Mooi, cynic, et cetera. Maar reality hits, je moet ook werken, bedrijfsauto's. Je wilt toch af en toe een beetje plezier hebben, Renault Sport. En uiteindelijk krijg je wisdom, zover ben ik nog niet. Maar hiermee kunnen we in alle levensfases van potentiële klanten aanbieden. En daarmee blijven we relevant. Dus een ziel die geïnspireerd is door de cycle of life. We maakten toen een plan, we gaan al die blaadjes van deze bloem, deze marguerite, gaan we in conceptvorm uitvoeren om dat verhaal te vertellen. En daarna, want het is heel belangrijk, een concept is een belofte, gaan we die realiseren met onze productieauto's. Dus een Renault Desire in 2010 werd de inspiratie voor een Renault Clio. En we deden dit voor de hele marguerite. Nou, die eerste auto was dus ontzettend belangrijk voor ons, de Renault Desire. Auto over de liefde, verliefd worden eigenlijk, liefde op het eerste gezicht. En ik weet niet hoe het bij jullie werkt, maar liefde op het eerste gezicht is erg visueel. Is niet erg intellectueel, behalve in Frankrijk. Zit hier geen Frans in de zaal, geloof ik, hè? Er zit geen livestreaming naar Frankrijk. Wel, oké. Okay. Dan doen we dat anders ondertitelen dan. Dus liefde op het eerste gezicht. Dus ik heb aan mijn designteam gevraagd, maak alsjeblieft een Laetitia Casta op wielen. En ze kwamen hiermee. Liefde is natuurlijk een exotische auto voor twee personen, want verliefd worden doe je niet met z'n drieën. Hij is natuurlijk heel voluptueus, want we zijn een Frans bedrijf, we zijn een Latijns bedrijf, en hij is natuurlijk rood, de kleur van de passie. En tegelijkertijd vroeg ik mijn team aan de Clio te ontwerpen, omdat we zoveel mogelijk van deze inspiratie wilden behouden. Nou, Desire is geen raceauto, het is een verhaal over de liefde. De Desire heeft kippenvel, dat zie je, er zitten van die kleine welvingen, dat is voor als je een mooi meisje ziet. De auto heeft twee metalen banden, dat is zoals trouwringen, maar ze zijn nog niet helemaal verbonden, want het is nog niet helemaal in de pocket. De deuren openen zich verschillend, één masculine, één feminine, eentje naar voren, eentje naar achteren. En wanneer je binnen zit, zit je op een wolk. Je zit op een bank, het dashboard zit nog tussen jullie in, ik ben nog niet getrouwd. En we stopten er 6000 rode LED's in, die kloppen als een hart. Dus als je daar te lang in zit in deze auto, dan krijg je op een gegeven moment last van een warm achterwerk. De tweede auto die we maakten voor Capture was natuurlijk, je bent nu samen, je gaat op avontuur. Daarvoor hadden we een crossover nodig, een leuke auto om overal en overal naartoe te kunnen. Voor twee personen plus bagage, want dit keer is het gepland. Je bent al bij elkaar. Met een prachtig interieur, vol met elastieke banden, waar je alles en niks kunt meenemen. Vervolgens start je een familie. Heel belangrijk voor Renault. Dit is de hart van ons werk. Een Renault Scenic van de future, R-Space. En ik wilde heel graag een monospace maken die er wat sexier uitzag, want ik vond dat de Scenics van die tijd heel platonisch waren. Het was bijna alsof de ouders niet meer van elkaar hielden, dat ze alleen nog maar de chauffeurs waren van hun kinderen. Dus we maakten een auto met een interieur voor een koppel op de eerste rij, heel sensueel, en een area voor de kids achterin. En om te laten zien dat de ouders nog van elkaar hielden, maakten we de stoelen die elkaar omarmden, zodat je niet uit het oog verliest dat je samen ook nog bij elkaar bent. Vervolgens werk. Ik vroeg aan mijn team in Frankrijk om een image te vinden wat werk uitbeeldt. En dit is wat ze me lieten zien. Een Kangoo for the future. Een auto die zowel in het weekend als door de week gebruikt wordt. Dus een asymmetrische auto. Door het weekend family en door de week voor het werk. Dus de ene kant sliding doors, makkelijk bagage erin eruit. Digitale data en aan de binnenkant, de family kant, welcoming, open en het krijtbord vervangt het digitale scherm aan de binnenkant. Play, het was een kans om twee Twingo's te maken, want we wisten tegen die tijd dat de Twingo ging komen. Eén project wat we samen deden met Ross Lovegrove, bekende designer uit Wales, die we loslieten
als je wil, op onze Twingo. En hij maakte daarvan een fantastisch object, wat we daarna hebben laten zien tijdens de Salone di Mobile in Milano. En de Evil Twin, als je het zo wil horen, een auto geïnspireerd door een Renault 5 Turbo, met een V6 Nissan 250 pk engine in plaats van de tweede bank, erg handig, erg praktisch, die we daarna lieten rondrijden op het circuit van tijdens de Grand Prix van Monaco. Wisdom, een kans om een Espace van de Future te laten zien, met in plaats van een GPS-systeem een aluminium dak, waarin de plattegrond van Parijs werd uitgefreesd. En het lampje is de Eiffeltoren, dus het was een soort vintage GPS-systeem. Als je hierin zat, kon je aanwijzen van nou, ik wil ongeveer daar naartoe. En dan bracht de chauffeur je daarheen. Een auto die meer aerodynamisch is, een auto die elegant is, lichtgewicht en voorbereid is op alle toekomstig vervoer van moderne families. En op deze manier lieten we eigenlijk zien hoe we dit verhaal van die Marguerite konden vertellen aan de hand van 6 conceptauto's. Maar er ontbrak nog een band die alles bij elkaar trok. En dat werd het gezicht. Dus we hebben het logo gepakt van Renault, wat eerst heel lui zeg maar, op de motorkap lag, bijna onzichtbaar. En ik vind het eigenlijk ook een slecht teken dat als je een logo platlegt, dan is het net alsof het merk ingeslapen is. En dus was het belangrijk om het rechtop te zetten, weer stoer en zelfbewust te laten zijn. We hebben het 2 keer zo groot gemaakt, omdat het echt zichtbaar was. En daarmee hebben we een iconisch front-end gecreëerd. En dat idee en dit thema hebben we toen op de hele serie van showauto's gemaakt. En zo kun je zien hoe we van een klein auto naar een sophisticated auto tot een sportwagen 1 identiteit kunnen creëren. Een tweede iets wat we hebben gedaan is door alle conceptauto's een kleur van de color circle te geven. Dat is ook leuk, want daardoor kun je aangeven dat je meer kleur op de weg wil brengen, het leven mooier wil maken, het leven meer waarde wil geven en aantrekkelijker wil laten zijn. Dus om even maar samen te vatten, een designstrategie geïnspireerd door een levenscyclus, een design language die heel menselijk is, simpel, sensueel, warm. De Duitsers zijn koud, de Italianen zijn heet, de Fransen zijn warm, zeg maar. En een conceptcar-strategie die dat verhaal vertelt, maar die wel gelinkt is aan onze productieauto's. Dan kwamen we in de tweede fase, de productiemodellen. Dus de Clio werd geïnspireerd door de Desire. We gaven hem dezelfde kleuren, dezelfde spirit, dezelfde passie. En hiervoor, zij die Frans kunnen lezen, zie je de reclamecampagnes die we destijds hebben gevoerd. Heel veel de kleur rood gebruikt. Tijdens de Parijs Motor Show hebben we het hele Franklin Roosevelt metrostation volledig rood geverfd. Ook tijdens de beurs een nieuwe showstand ontworpen, waar we alleen maar de nieuwe Clio lieten zien en de nieuwe Zoe. Moeilijker was voor ons als merk dat we met een transitie bezig waren. En ik had geen zin om al die oude auto's op de stand te hebben, terwijl we hier met een nieuwe richting gaan komen. Dus het is ons gelukt om gedurende de press days alle oude auto's weg te krijgen en alleen de nieuwe Clio en de nieuwe Zoe te laten zien. Dus ik moet je wel voorstellen, dat het niet zo eenvoudig was. Maar het is ons uiteindelijk toch gelukt. En een nieuwe showstand die alle kleuren laat zien. Die kan kleur van veranderen, waar de ballen op en neer bewegen. Dus het was een heel feestelijk en heel leuk evenement. De Captur kwam daar snel achterna, geïnspireerd door de conceptcar, de Twingo, de Espace en natuurlijk ook de reclamecampagnes. En ik wil jullie er een aantal laten zien. Hier de nieuwe Espace. De Renault Espace met een prachtige scène dat hij op het laatst helemaal niks zegt. En zij die weten hoe belangrijk en hoe kostbaar advertising is. Om stilte te hebben in een advertising is natuurlijk heel apart. Maar ik vond het een prachtige reclame. Vervolgens de Kadjar, een crossover voor jonge families. De Kadjar Explore. En ik kan je vertellen dat de Publicis, de advertising agency, ontzettend happy waren dat ze een verhaal hadden wat ze konden vertellen met de auto's. Vervolgens zijn we uitgekomen met de Talisman, de exterieur-interieur, de Talisman Break, de Megane en de hele line-up volgde snel. Niet alleen in Europa,
Maar ook hier zie je de nieuwe Scenic, geïnspireerd door de Airspace. Je ziet ook dat we de launch colors, de kleuren waarmee je de auto lanceert, hebben kunnen bewaren, geïnspireerd door de concept car strategie. De Quid, dat is een modelletje wat jullie hier niet zien, maar dat is een enorm succes in India. Dat is een kleine crossover A-segment voor €3.400. Lijkt niet zoveel, is niet zoveel, maar ik kan je vertellen, voor een jong India's koppel wat samenwerkt, is dat ontzettend veel geld. Je moet je voorstellen dat een koppel in India samen ongeveer €7.000 per jaar verdient. Dus om voor hen 3.500, de helft van hun salaris, uit te geven aan een auto, is een enorme opgave, is ook een enorme investering. En daar moet zelfs zo'n auto, mag er niet basic en simpel uitzien. Het moet juist status uitstralen en daarom hebben we deze kleine crossover een SUV-feeling meegegeven. Zelfs met een touchscreen in het interieur. Recentelijk de Koleos, de nieuwe flagship van de crossovers. En uiteindelijk zelfs een Franse pick-up. Klinkt een beetje als een contradictie. Ik had nooit gedacht dat we in Parijs, in het hartje van Parijs, een pick-up zouden ontwerpen. Maar dit zijn belangrijke markten in Argentinië, in Zuid-Amerika, in Azië, etc. Dus het is een belangrijk aspect voor onze line-up. En hier zie je dus de kleuren van de conceptcar-strategie. En hier zie je de transitie van de conceptcars naar de serie. En dat is belangrijk, dat je de belofte die je hebt gemaakt houdt met je productieauto's. Vervolgens hebben we samen met marketing en communicatie gewerkt aan onze promise. Dus we zeiden Renault wordt gemoderniseerd. Passion for Life wordt onze nieuwe promise. En de nieuwe producten worden geïnspireerd door de Marguerite. En daarom hebben we nu een virtueuze cirkel. Je ziet dat we nu bezig zijn met het uitrollen van deze strategie ook op het gebied van de dealerships. Dus alles wordt nu snel consistent gemaakt. En als designer is dat geeft dat een goed beeld van je 360 approach, wat ze noemen. Dat je denkt aan ieder point of contact dat je hebt met je klant. Deze nieuwe designstrategie, sorry, ik ga iets te snel, kun je hem even terug? Deze nieuwe designstrategie, wat we merkten is dat mensen kenden wel enige van de nieuwe modellen, maar die hadden nog niet door hoeveel Renault veranderd was. En hoeveel we nu echt een line-up hadden. Dus daarom heeft Publicis een speciale advertising gemaakt om te laten zien dat we nu een volledige line-up hadden. Ja, kun je hem nu laten zien? Unexpected as life. New Renault Range. Dus het is mooi om te zien hoe die in anderhalf minuut door een midlife crisis gaat, met alles wat erbij hoort. Maar uiteindelijk weer de space open heeft voor zich. Goed, Ena had het al over mooi design, maar ook resultaten. Dus ik wilde met jullie delen een van de spreuken die ik het meest gebruik. Van een designer die jullie misschien allemaal kennen, Raymond Loewy. The most beautiful line is the line of a rising sales chart. En dit is belangrijk om dat in je gedachten te houden. Want ik denk als designer moet je één voet hebben in creativiteit en de andere voet in de business. Wat we zien, om even een paar dingen te laten zien. More business, better business. Sinds 2012, sinds Renault uitgekomen is met de Clio en de Captur, hebben we dit leadership genomen in het B-segment. Dat is het segment van de kleine auto's. Belangrijker nog, de Clio en de Captur zijn profitable. Dus we maken winst. Dat lijkt voor de hand liggend, maar ik kan je vertellen dat het heel moeilijk is om geld te verdienen met kleine auto's.
omdat die bijna evenveel moeite vergen als grote auto's. Clio is van nummer 5 naar nummer 2 gegaan in Europa. Nummer 1 is natuurlijk de Volkswagen Golf. En Captur is ook het eerste in zijn segment, en wat een booming segment is, een B-crossover. Dat wordt een hele battle om dat vol te houden, maar we zijn goed vertrokken. Vervolgens kijken we hier naar Renault in Europa. In grijs zie je de toename van de automobielmarkt. In geel zie je de toename van Renault. En je ziet dat we sneller groeien dan de markt. En dat is belangrijk, want het houdt in dat je market share vergroot. We zijn nu in plaats van nummer 4 in Europa nummer 2 als brand. En onze sales zijn 12% omhoog. Verder zijn we niet alleen gegroeid in Europa. De groei zit eigenlijk buiten Europa. In India, in China, in Rusland, in Zuid-Amerika. Afhankelijk van wat voor crisis er overal is. Het is ook belangrijk voor een globaal bedrijf om overal een voet in de grond te hebben. Want er zijn altijd wel ergens 2 of 3 crisissen tegelijkertijd. En je ziet dat met deze strategie het volume van Renault, wat al 10 jaar zo rond de 2,3, 2,5 miljoen zat, in de laatste jaren exponentieel aan het stijgen is. En ook dit jaar ziet het eruit dat we een grote sprong gaan maken. Maar wat eigenlijk belangrijker is, dat niet alleen het volume omhoog gaat, maar ook de winst, de winstmarge. Soms kun je veel meer auto's verkopen door ze te dumpen. Dus dan verkoop je weliswaar meer auto's, maar je hebt minder winst. Wat je ziet is dat we en meer auto's verkopen en de winstmarge omhoog gaat. En wat natuurlijk voor ons heel erg interessant was om te zien, is waarom kopen de Renault-owners een Renault? En toen wij in 2012 met de auto's uitkwamen, was de eerste reden voor een Renault-koper loyalty. Tweede reden was prijs. En de derde reden waarom je een Renault kocht, was design. En sinds 2014 zien we nu in Europa dat design is weer de eerste purchase reason, noemen ze dat. En dat is natuurlijk ontzettend goed, want als mensen een auto kopen omdat ze hem willen, zijn ze ook bereid daar iets meer aan uit te geven en ook iets mooiere auto's te kopen. Zover voor de resultaten. Nu het laatste deel van mijn presentatie, een nieuwe generatie. We hebben dus een volledige cirkel gehad met 6 conceptauto's en een eerste generatie van modellen. Nu begint het hele leven weer overnieuw. Je kunt zeggen, is dat repetitief? En ik zou zeggen nee, want de wereld is veranderd. De laatste jaren zijn er een aantal nieuwe technologische ontwikkelingen gekomen die de auto-industrie waarschijnlijk gaan revolutioneren. Autonomous drive, electric cars, connected cars. En we hebben gezegd, in deze tweede serie gaan we proberen daar een goed antwoord op te geven. Maar we beginnen natuurlijk wel met de liefde. Of herbeginnen daarmee. En daarvoor hebben we Trésor ontworpen. Trésor, het idee was niet om te zeggen liefde op het eerste gezicht. Je kent elkaar nu al. Je bent nu een paar jaar bij elkaar. En daarom zeiden we, deze auto moet uitdrukken het moment waarop je hij of haar misschien een voorstel gaat doen. En daarom opent de auto zich zoals een ringendoosje. Want dat is het moment waarop je gevraagd wordt. Dus ik geef toe, het is niet de meest praktische manier om in te stappen. Maar we zeiden, liefde is niet praktisch. Dus we hebben het kunnen verkopen. Deze auto, geschetst ook door Jan Jassel, fantastische ontwerper, heel getalenteerd, is gemaakt voor 2 personen die op een lang weekend gaan. Die de koffers zitten er ook in. Ik zal je dat dadelijk laten zien. De auto heeft 2 surfaces. 1 is helemaal shiny en brilliant, zeg maar. Dat is het vrouwelijke deel. En het achterdeel is helemaal gefaceteerd. En we maken daar gebruik van parametric design. En is helemaal satin. Dus het is een auto echt met 2 interlocking shapes die mannelijk en vrouwelijke aspect weergeven. Vervolgens heel veel inspiratie van kunstenaars zoals Anish Kapoor, die ook meespelen met mooie materiaal, oppervlakte. De achterlichten, als jullie de kans hebben nog dadelijk om even bij het weggaan te kijken naar het Trésor, laserlight in light guides, die als de auto remt, veranderen van oriëntatie en zo een hotspot creëren wat remmen voorstelt. Heel veel sculptuur, heel veel menselijke handen die nog steeds aan onze auto's werken. En een interieur wat veel meer gericht gaat worden op de schermen.
waarop alle informatie zich dadelijk af gaat spelen, wat natuurlijk geconnected is met je eigen smartphones. Heel mooie houten dashboard met plek voor twee koffers, want je kent elkaar inmiddels. Een mooie GT, prachtige schetsen van Laurent Negroni, ontzettende artiest. En deze auto heeft vervolgens in Parijs in 2016 een onwijs succes gehad. Winnen er nog steeds veel prijzen mee. Het is een auto die een beetje als een rockstar de wereld rondreist. En nu dus in Delft hier bij jullie staat. Dus daar ben ik heel, heel erg trots op. En een auto die er spectaculair uitziet. En daarom hier eventjes nog een movie. Een auto die elektrisch is, natuurlijk, ook autonoom kan rijden. Misschien heb je gezien, zitten twee ringen in. Het idee was als je met twee verschillende vingers op die ringen drukt, gaat de auto automatisch over in autonomous drive. En een auto die nog steeds de passie laat zien. Tweede auto, Play. Dit keer geen Renault 5 Turbo, maar een inspiratie voor wat kan een Formule 1 auto van de toekomst zijn. Een auto die nog steeds de mens centraal stelt. De driver zit in de midden, maar wordt goed beschermd. Hier zie je wat van de schetsen van het designteam. Wordt goed beschermd met een aantal interessante ideeën. Hier zie je ook de variatie, by the way, van de designers. Iedereen heeft zijn eigen visie. Sommigen veel meer industrieel, anderen veel meer vintage, anderen veel meer futuristisch. We wilden de piloot ook echt naar voren laten komen. Dus we hebben een speciale helm ontwikkeld die zijn gezicht laat zien. De auto wilden we ook de piloot meer laten zien. Dus hij heeft een soort doorzichtige cocon waarin die zichtbaar is. En op de wielen draai je lights mee, waardoor je tijdens de race kunt zien in wat voor positie de auto zich bevindt, hoe ver die voor of achter loopt. En zelfs kan communiceren met een community die de boel aan het volgen is. Nou, deze doorzichtige structuur is natuurlijk wel 3D-printed carbon fiber, maar daardoor konden we echt goed zien hoe je een auto van de toekomst kunt ontwerpen op het gebied van Formule 1. En hier heb ik ook een korte video van.
Auto die we in Shanghai hebben laten zien tijdens de motorshow. En hier het laatste concept, wat achter me staat. Misschien even nog het idee achter deze auto, Symbioze. Wat je hier ziet op dit plaatje is een klassiek systeem. Een auto is een apart object. Dan heb je jezelf, je huis, je natuur, je omgeving, je telefoon. Niks is met elkaar verbonden. En natuurlijk, waar we nu naartoe gaan, is dat allemaal één onderdeel wordt van een groot ecosysteem. En alles praat met elkaar. Alles moet samen met elkaar kunnen omgaan. En dus toen we deze schetsen zagen, toen ik deze schetsen zag van de auto die interactie heeft met het huis en die data delen, et cetera, dan dacht ik van nou, dan moeten we ook het huis erbij ontwerpen. Want anders kunnen we niet werkelijk uitvinden of dit werkt en of het een dom idee is, een goed idee, een slecht idee, een interessant idee. Dus soms moet je ook zelf uit je comfortzone gaan en zeggen nee, we doen de hele boel en we leren hiervan. En we zien wel waar het schip strandt. Nou, zijn we natuurlijk niet de eerste die een huis ontwerpen. Hier heb je een paar aantal voorbeelden van Le Corbusier. Voor de mensen die het kennen, rechts heb je Villa de Poissy, Villa Savoie in Poissy. Waarbij de plattegrond ontworpen is afhankelijk van de draaicirkel van een voisin. Dat is een mooi thema. Je hebt Buckminster Fuller, die een aantal projecten heeft gedaan om mobiliteit en immobiliteit samen met elkaar te verweven. Mensen die in L.A. geweest zijn, die in Hollywood geweest zijn, kennen natuurlijk hier de klassieke huizen waarbij de auto in zo'n klimaat, is dat natuurlijk ook fantastisch, zich integreert in je leven. En waarom zou je ook niet zo'n mooi object een leuke plaats geven? En natuurlijk heb je Japan, waar om hele andere redenen, waar je vaak geen auto mag kopen als je geen parkeerplaats hebt, zie je dat een aantal architecten heel creatief heeft gemaakt om toch een plekje te vinden voor een Nissan Cube of een Volkswagen Kever. Nou, New Living Space for New Freedom. Waarom hebben we dat zo genoemd? New Living Space, want de auto wordt een extensie van je huis. Het geeft je ook new freedom. Het is belangrijk dat als we iets verzinnen, als je een visie hebt, dat het ook iets toevoegt aan ons leven, iets positiefs. Nou, deze auto shared niet alleen zijn data, dus de muziek, de verlichting, et cetera. Hij shared ook energie. De auto kan het huis opladen, of het huis de auto. En hij shared ook een space. En dat was nieuw in dit object, waarin je ziet dat de auto niet alleen het huis niet alleen een veredelde garage wordt, maar het huis wordt werkelijk, de auto wordt een extensie van je huis. En hier zie je wat van de eerste schetsen van Joe Reeve, die ook al begon het huis erbij te ontwerpen. Schetsen van Vincent Turpin, het interieur. Waarbij je moet weten dat als je een auto elektrisch, autonoom en connected is, kun je kiezen zelf te rijden, je te laten rijden, of je zelfs op een robotaxi manier te laten rijden. En dat laat ik hier zien in deze video. Dus je kunt zelf rijden. Je kunt zeggen van nou, ik ga een film kijken, terwijl je in de rijrichting blijft. Of de stoelen draaien zich om. En dan kunnen we elkaar sociaal bezig zijn, terwijl de auto weet waar die naartoe moet. Nou, dat klinkt allemaal heel eenvoudig. Het werkt op een schets, maar om dit in de werkelijkheid te maken, op een manier die ook nog betaalbaar is en produceerbaar, wordt natuurlijk een hele opgave. Maar ik ben ervan overtuigd dat we die richting op gaan. Daarnaast geeft het nog een leuk dansje hier, wat je hier ziet met de stoelen. Het is allemaal digitaal natuurlijk, maar dat laten we dan op den duur ook in het echt zien. En je creëert een hele andere omgeving. Een omgeving die veel meer een woonkamer wordt. Een lounge, zeg maar, van hoe je thuis leeft. Zeg maar, het huis komt steeds meer in de buurt van je auto. En waar vroeger auto's werden geïnspireerd door koetsen en paarden en zadels, en daarom zit er ook nog zoveel leer in de auto, is misschien morgen je huis de inspiratie voor je auto. Je kunt natuurlijk de boel een beetje blijven controleren, maar ik dacht het is misschien beter om de demonstratie te laten zien met Peter, mijn cameraman, DJ, tu peux allumer. Dus wat misschien opvalt en wat misschien verrassend is, het is nog steeds een auto die eruit ziet als een auto. Hij is weliswaar elektrisch. Het is geen huiskamer op wielen van het exterieur. Hij is nog steeds redelijk fluide en aerodynamiek. En dat was belangrijk, want als je een elektrische auto hebt en je gaat op de snelweg, dan ben je alleen maar lucht aan het verplaatsen. Dus de auto moest er heel aerodynamisch uitzien. Je ziet hier ook een mooie
verlichting, dat wordt ook steeds belangrijker, omdat verlichting gaat aangeven wat voor fase je auto bevindt. Ik denk dat het belangrijk is dat de mensen weten dat er iemand autonoom aan het rijden is. Dan heb je hier een prachtig mooie poëtische opening van de auto die je het interieur laat zien. En dit interieur, doordat de stoelen draaibaar zijn, kan die natuurlijk jou verwelkomen. En wordt het heel eenvoudig om in te stappen en uit te stappen. Want je zult zien dat er steeds meer mensen moeite hebben met beweging. De auto moet natuurlijk iedereen verwelkomen, van kleine kinderen tot oudere mensen. En daarna zie je in het interieur, hebben we hem relatief neutraal gehouden. We wilden natuurlijke materialen gebruiken, gewit hout. Prachtig nieuwe fabrics, textielen die ontworpen zijn door een Nederlandse ontwerpster, Alexandra, die, als ik het goed begrepen heb, ook hier is vandaag. Speciaal ontwikkeld voor deze auto en die er fantastisch uitzien. En dat is natuurlijk de bonus, als je dadelijk zegt van ik ga naar de TU in Delft, in je auto in plaats van je fiets te pakken, laat je je auto gewoon lekker rijden. Je kunt ondertussen werken aan ontwerpen 3A of 3B, terwijl je gereden wordt. Als je in de file staat, kan die even vertellen tegen je begeleider dat je wat later komt. En zo stap je tenminste in stijl uit als jullie over een paar jaar hier op de TU verschijnen. Het huis hoorde er natuurlijk ook bij, want ik vond het niet goed genoeg om alleen een auto te ontwerpen met een videootje van het huis. Dus we hebben een huis gemaakt wat volledig geconnecteerd is met de auto. Dat wil zeggen, als je aankomt rijden, voelt het huis dat je eraan komt. We hebben samen met Philips Lighting gewerkt, die alle verlichtingen in deze toren hebben gemaakt. Ook als de auto zich oplaadt, zul je zien dat er waves zichtbaar zijn. Als je dan eenmaal binnen zit, waarom niet genieten van het object? Waarom zetten we eigenlijk een auto wat zo intelligent is en wat zo waardevol is, zoveel connectivity zit, waarom zou je die in een garage ver weg zetten? Waarom zou je daar niet iets meer van genieten? En hier zie je het puur van mij, ziet u weer? En hier zie je hoe dat eruit kan zien. Het was ook voor ons spannend om eerlijk te zijn, om te zien of dit wel geloofwaardig is. En daarom hebben we geprobeerd zo'n groot mogelijke link te creëren. Je ziet dat je een vloeiende overgang hebt van je persoonlijke leven naar je mobiele leven. En de auto shared ook space. Omdat de auto elektrisch is, kun je hem binnen parkeren, geen vervuiling. Omdat de auto connected is, kun je ervan genieten. Veel mensen hebben alleen goede gesprekken met hun kids terwijl ze rijden in de auto. Waarom zou je dat niet thuis willen doen? En de auto is autonoom, dus hij kan zichzelf parkeren op het dak, zoals je waarschijnlijk doet. En dan kun je genieten in je bubbel van mooie muziek of een boek lezen. Of de auto kan zichzelf parkeren zodat je meer ruimte hebt. En daarvoor sluit ik af met deze video. Dus een visie voor de mobiliteit van de future, van de toekomst. En zoals Renault ziet, een toekomst die meer elektrisch wordt, meer autonoom, meer connected. We
waarin de auto een integraal onderdeel gaat vormen van je leven. Technologieën die het leven eenvoudiger gaan maken, easy life noemen we dat. Technologieën die het leven ook aangenamer gaan maken. En daarmee kijken we eigenlijk vol vertrouwen en met veel optimisme naar deze toekomst. En ik ben heel blij dat Ena, dat je me de kans hebt gegeven dit verhaal te vertellen. Dank jullie wel voor al jullie aandacht. En ik denk dat we nu Sunny weer met de Q&A. Maar eerst een heel hartelijk applaus voor Laurens van den Akker. Wauw, fantastisch. Ja, ik zit hier niet eens op school, maar heel erg onder de indruk. Mooi dat je ons echt mee kan nemen in die reis, tot hoe je tot stand komt tot zo'n auto. Het is tijd voor de Q&A. Bedenk alvast je vraag, zou ik zeggen. Maar ik wil eigenlijk heel eventjes eerst, want jullie hebben vast allemaal technische vragen. Ik heb eigenlijk gewoon een persoonlijke vraag. Ja. Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, natuurlijk toch wel een beetje onder de indruk. Want het is natuurlijk een hele eer om hier te zijn. Je moet wel weten dat destijds industrieel ontwerper nog zich bevond op een andere locatie. Dus hier heb ik leren lassen en leren platen buigen. En ik vind dat het er enorm op vooruit is gegaan. Ik ben ook heel blij te horen dat het heel goed gaat met de studie. Heel veel interesse. Er is ook heel veel behoefte aan jullie. Het is natuurlijk heel mooi dat de studie heeft mij veel gegeven. En het is ook leuk nu dat ik terug kan komen en iets terug kan geven. Dus het is een mooi moment. Ja, wat heeft de studie je dan gegeven? Wat voor invloed heeft de TU Delft gehad op jouw leven en op je carrière? Nou, ik denk dat het de deur heeft geopend naar mijn passie. Je moet je voorstellen, ik was als jochie al geïnteresseerd in het tekenen van autootjes. Maar ik had nooit het idee dat ik daar echt iets mee kon doen, totdat ik deze studie ontdekte. En deze studie heeft me misschien niet leren auto ontwerpen, maar het heeft wel de deuren geopend. Ik heb alle tools meegekregen om autoontwerper te worden uiteindelijk. En dat is iets wat fantastisch is. Want uiteindelijk is het toch altijd een combinatie van wat is jouw persoonlijke passie en hoe gebruik je de opleidingen, hoe gebruik je de processen, de methodes, de teams, de mensen ook om je heen als inspiratie en als aanzet om je passie te volgen. En dat ben ik de TU eeuwig dankbaar. Absoluut, mooi. Ja, ben jij trouwens eigenlijk altijd al zo gedreven geweest? Want ik kan me voorstellen, jij bent natuurlijk nu, je hebt heel wat bereikt. Ik kan me voorstellen dat je ook denkt, wow, je was er vast al vroeg bij. Nou, ik heb wel een paar jaar gemist in mijn studententijd ook en andere dingen. Ja? Oh, oké. Okay. Nou, gelukkig. Ja. Er is nog hoop. Ik heb 3 jaar verslapen, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat hoeft dan ook weer niet. Toen wij vorige week hadden aangekondigd dat we dit event live op Facebook zouden streamen, toen kwamen er direct al allerlei vragen voor jou, Laurens. Een van die vragen, die is van Bart Kischery. En hij is hier ook aanwezig vandaag. Jij mag vandaag de eerste vraag stellen aan Laurens. Hier is een microfoon. Ja, het is een hele eer om die vraag te mogen stellen, maar de vraag was, in hoeverre is de techniek bepalend voor het ontwerpen van nieuwe auto's, nieuwe modellen? Nou, dat is een hele goede vraag. Niet zo eenvoudig te beantwoorden. Ik denk, de manier waarop ik het zie is de twee dingen eigenlijk die bepalend zijn voor de nieuwe ontwerpen. Eén daarvan is techniek. Dus dat heeft een hele grote invloed op de nieuwe auto's. Maar de andere is sociale trends. Ik zie het eigenlijk, je hebt technology trends, techniek, de technologische trends en je hebt sociale trends. En je hebt beide nodig om tot een nieuwe ruptuur te komen. Technological trends kan autonomous driving zijn, kan aerodynamiek zijn, et cetera. Maar je hebt ook de social trends nodig. Autonomous driving heeft geen zin als we niet ook connected willen zijn 24 uur per dag. Want als we alleen maar een autonomous car creëren, zodat jij zo in je auto zit, heeft het geen enkele zin. Dus er moet ook een behoefte aan zijn. Dus wat mij betreft is technologie heeft een 50% invloed op het uiteindelijke ontwerp. Kan ons ook heel erg inspireren. We leven in een tijd waarin de technologie sneller gaat dan wij kunnen voorstellen. Dat is natuurlijk fantastisch. En maar de social trends vullen ook een rol. En daarom is ook een opleiding als hier is zo goed in de social design engineering, omdat je hier ook leert de context te begrijpen waarin je objecten gaan leven en je producten gaan leven in de toekomst. Ja, ik kreeg een indruk uit je verhaal dat de vormgeving voorop stond en de techniek daarachteraan hing. Nou, maar je moet niet denken dat
techniek per se geen mooie vormgeving op kan leveren. Wat ik een beetje uit je vraag... Als ik aan de zonneauto's denk die ik in Australië heb gezien, dan is dat voor techniek. Dat zijn extreme voorbeelden van als je puur en alleen de techniek volgt, maar daar mist nog het stukje gebruiker, practiciteit, social trend, denk ik, om dat toch tot een volledig product te maken. Dus je hebt werkelijk allebei nodig om tot een prachtig product te komen. Maar ik wil niet dat je denkt dat we alleen maar vormgeving doen, want er moet natuurlijk wel substance zitten achter de schoonheid. Oké. Okay. Dankjewel voor je vraag. Nou, wie heeft er nog meer een vraag? Ik zie jou meteen. Zou je even willen opstaan? Wil jij een microfoon geven? Kun je ook even je naam vertellen? Hoi, goeiedag. Ik ben Bas Heelhorst. Ik studeer hier ook industrieel ontwerpen aan de TU. Mijn vraag is eigenlijk, u heeft net een verhaal verteld over de auto van de toekomst. De visie van 2030. Maar wat kunnen wij daar eigenlijk in de korte termijn van verwachten? Of wat is dat u zegt van nou, dat zit in de volgende generatie Renaults? Nou, om eerlijk te zijn, we zeggen hier 2030 omdat we ons niet willen committen nog. Maar elektrische auto's bestaan natuurlijk al. Auto's die connected zijn, bestaan ook. Kijk maar naar Tesla. Auto's die autonoom rijden, de technologie, daar zit het hem nog een beetje om. Er wordt er steeds meer ontwikkeld. Er wordt enorm veel in geïnvesteerd. Heel veel bedrijven zien dat als een enorme opportunity. Omdat ze denken dat ze op een gegeven moment, als auto's zelf kunnen rijden, kunnen ze de chauffeur eruit halen. En kun je de auto 24 uur per dag laten rijden, bij wijze van spreken. Nou, voordat het zover is, daar zijn we nog wel even mee bezig, want het is niet alleen een technische uitdaging, het is ook een wetgevende uitdaging. Je moet daarvoor waarschijnlijk alle wetgevingen in Europa en wereldwijd veranderen. Want op dit moment, als jij je handen van het stuur neemt, kun je beboet worden. Dus zolang die regels niet veranderd zijn, is autonoom rijden nog een droom, zou ik zeggen. Maar er is een behoefte voor. Zoals ik al zei, want als ik zie hoeveel mensen op hun smartphone zitten te teksten, terwijl ze rijden, in de file staan, et cetera, dan weten we dat mensen hun tijd anders willen besteden in de auto, af en toe. En daarvoor moeten we autonoom gaan rijden, want anders wordt het echt onzeker op de straat. Dankjewel. Dankjewel, Bas. Dankjewel voor je vraag. Hier, een hele enthousiaste vraag. Leuk. Big smile. Laurens, ik vind het ongelooflijk leuk om hier te zijn. Frederik Nieuwenhuis, ik ben van online supermarkt Picnic. Ik heb hier ook eerstejaars practicum bewerken gedaan. Op de draaibank. Ik ben alleen een eenvoudige werkgebouwer. Inmiddels rijden wij met 300 elektrische bezorgvoertuigen door heel Nederland. Ook door Delft, ook vanavond. Hoe kijk jij aan tegen de ontwikkeling van lichte elektrische bezorgvoertuigen om de grote stinkdiesels uit onze wijken te houden? Ja, ik denk dat het ook een natuurlijke evolutie gaat worden. In de zin dat uiteindelijk, als een bedrijf producten produceert die niet goed zijn voor het well-being van de mensen, dan heeft het geen toekomst. Dat is een van de redenen waarom Renault samen met Nissan als een van de eerste al in 2006 is begonnen met elektrische auto's. Omdat ze geloofden dat een hybride of een PHEV uiteindelijk niet de oplossing was. Het was een oplossing op een half niveau. Dus full electric geeft je in ieder geval niet de uitstoot. Dus het is ook begrijpbaar dat grote steden wat dat betreft de auto's die vervuilen uit hun stad gaan weren. Ik hoop dat ze dat ook doen voor alle brommers. Alle motoren, voor de houtstokende schoorstenen. Ik hoop dat ze dat niet alleen de auto-industrie op aanspreken, maar werkelijk dat full circle benaderen. En dan zullen we toch dingen moeten bezorgen. Dat weet je zelf beter dan wie ook. Mensen worden steeds meer gewend aan convenience. Ze willen dat alles voor hen gedaan wordt. Dus producten zoals waar jij het over hebt, utility, bedrijfsautootjes die zelf kunnen rijden, zelfrijdend kunnen zijn. Dat wordt echt een fact of life. En het begint met producten waarin er nog iemand rondrijdt. Maar over een aantal jaren heb je waarschijnlijk iemand die er een stuk of 10 door de stad beweegt en dat als een soort traffic controller bestuurt. Dankjewel. Ik hoop dat we ze snel kunnen kopen. Ja. Goed, wie heeft er nog meer vragen? Daarachter. Wie van jullie kan daarheen gaan? Zou je even... Ja, dank je. Hoe heet je?
Hallo, ik ben Robert Koenen. Allereerst bedankt voor uw prachtige presentatie. Ik had een vraag. Tijdens uw presentatie werd ik eigenlijk geconfronteerd met de modellen uit het heden en met de toekomst wat er nu aan zit te komen. En wat mij erg opviel zijn de reclames van nu. Die zijn heel erg gefocust op de passie, op de liefde, op het avontuurlijke en het verkennen van je leven en de weg. Maar hoe bent u van plan om dat avontuurlijke karakter te behouden op het moment dat de auto's autonoom worden en een verlenging van je woonkamer zijn? Want dan heb je niet meer de mogelijkheid om opeens een weg in te slaan of zo. Dus hoe bent u dat van plan samen met Renault? Nou, dat ben ik dus niet met je eens. In de zin van... Kijk, er is een probleem, denk ik, nog steeds met het idee van autonoom rijden. Dan denken mensen meteen, je wordt gecastreerd, je rijdt in een wasmachine op wielen. Het plezier is voorbij. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want ik denk juist dat als jij een auto hebt die elektrisch is, die helemaal programmeerbaar is, kun je daarvoor kiezen om autonoom te rijden. Als je daar zin in hebt, als je in de file staat, als je een 300 kilometer moet rijden. Maar als jij een mooie slingerweg ziet, als je net de Col van de Turini opgaat, dan kun je switchen in een mode die super actief is, super engaging, en die jou even 15 minuten 600 horsepower geeft, waarmee je het mooiste plezier van je leven hebt. Dus ik denk dat voor mij de uitdaging is, en voor ons als constructeur ook, is dat in plaats van dat we jou een experience geven die zich in een soort band van middelmatigheid bevindt, dat we jou meer comfort in een autonomous drive kunnen geven en meer excitement in een actieve mode. En dat is natuurlijk the best of both worlds. Goeie combinatie, dank u wel. Ja. Daarachter zie ik een vraag op de tribune. Ja, kijk, daar is die. Hallo. Hallo. Ik ben Boetsie Akkerman. Ik studeer hier ook op industrie ontwerpen. Ik heb een vraag over de autonome auto. Het verhaal van net ging vooral over hoe het de bestuurder van deze auto en de andere inzittenden het leven beter gaat maken. Dus het wordt betrokken bij het huis, de stoelen kunnen omdraaien. Maar op de weg zijn ook andere weggebruikers, fietsers, voetgangers. Hoe wilt u daarop reageren? Ja, dat is een heel goede vraag. En dat zijn precies de challenges, zeg maar, waar de technologie mee worstelt. Ik heb laatst met onze engineers gesproken en die zeggen om deze auto, zeg maar, volledig uit te rusten, zodat hij nergens tegenaan rijdt en alles pakt, hebben we 30 sensoren, radars, lidars, camera's, et cetera nodig, om te zorgen, radars die ver kijken, die dichtbij kijken, die precies weten wat er om zich heen gebeurt. Ook vaak nog dubbelop. Dus, want je kunt niet van één technologie afhankelijk zijn. Stel dat het regent of sneeuwt en de camera wordt bedekt, heb je een andere radar nodig om dat te vervangen. Dus ik ben bijna vergeten wat je vraag was. Maar, dus wat dat betreft, komt er heel wat bij kijken om dat allemaal goed op elkaar af te stemmen. En dat gaat natuurlijk ook een invloed hebben op de vormgeving. Want ga je dat soort dingen juist laten zien, dus dat een klant weet waarvoor die betaalt, of ga je dat allemaal verbergen? En als je het verbergt, hoe kun je maar dan voor, weet je wel, dan stop je een hoop geld in de auto en dan krijg je dat niet uit. Dus we hebben nog een aantal grote challenges voor de boeg. Interessant. Oké, mag ik daar nog iets bij toevoegen? Nou, heel kort. Heel kort. Ik moet wel een beetje streng zijn. Als voetganger, fietser verwacht je vaak feedback vanuit de auto. Je oogcontact bijvoorbeeld, even een erkenning dat je gezien bent, feedback. Ja, ik denk, nu even terug te komen op de vraag, het kan ook zijn dat de technologie beter is dan een mens. Kijk, want jij hebt een reactietijd als je iemand over ziet steken van ongeveer 0,15 seconden. Een camera is het een duizendste van een seconde. Dus het kan ook zijn dat je net een beetje tijd wint met die auto, die jou redt terwijl jij daar zelf misschien tegenaan zou rijden. Een van de moeilijkste dingen is wat jij net noemde, het voorbeeld van oogcontact. We noemen dat, stel dat je de Arc de Triomphe rond moet rijden, of je benadert een zebrapad en er staat iemand en die wil oversteken, je kijkt elkaar aan en je weet dat hij niet gaat rijden. Nou, de auto, voordat hij dat allemaal begrijpt, dat is ontzettend moeilijk. Maar dat is ook de reden waarom goede autonome systemen, die zijn bezig om alles in kaart te brengen. 3D, high definition mapping
van de omgeving. Die niet alleen de weg pakken, maar ook de traffic signs, ook de stoplichten, ook alle mogelijke materialen. Die ook proberen al die uitzonderingssituaties die jij beschrijft te voorzien en dan daarop te reageren. Een heel simpel probleem is bijvoorbeeld, je rijdt op een weg, er staat een vrachtwagen geparkeerd en je moet de dubbele lijn over om er voorbij te komen. Dat is illegaal. Iedereen doet het. Maar een autonome auto zou stoppen, want die durft niet die dubbele lijn over. Nou, dat soort dingen is natuurlijk ontzettend complex, maar ook super interessant. Als ons dat lukt, en dat, ik heb met van die bedrijven gepraat, die proberen de auto zo veilig te krijgen, en dat is misschien provocerend, dat de auto veiliger wordt dan jij. Want we weten precies, een human, een mens, maakt ongeveer 1 fout per 1 miljoen uren. Als zij een auto kunnen maken die maar 1 fout maakt per 100 miljoen uren, dan wordt het bijna moreel fout om zelf te gaan rijden. En dan krijg je een situatie, wellicht, dat je later tegen je kleinkinderen zegt, weet je nog dat grootpapa, grootvader zelf reed? Onvoorstelbaar. Bedankt. Dankjewel voor je vraag. Ik zie heel veel vragen. Laten we even nu deze kant op gaan. Jij daarachter? Ja. Hi, Mark Zuilhouwer. Ik vroeg me af, dat autonome en dat elektrische, maakt dat het ontwerpen makkelijker of juist ingewikkelder, omdat je allemaal vooringenomen ideeën los moet laten ofzo? Ja, allebei. Maar eigenlijk is het een nieuwe uitdaging. Want kijk, wat er gebeurt, we zijn zo gewend om de auto in te richten voor jou als bestuurder. Als je nu niet meer rijdt, wat doe je dan? Weet je wel? Dan denk ik, ten eerste wil je meer bewegen, je hebt wat meer ruimte nodig. Je wil waarschijnlijk je been over elkaar slaan, je wil een krant erbij pakken, misschien wil je omdraaien. Dus we hebben waarschijnlijk meer ruimte nodig in die auto. Hij moet van buiten, zoals je ziet, compact blijven, aerodynamisch, maar van binnen groter worden. Hij moet ook wat, en daarom is elektrisch niet zo gek, want bij een elektrische auto, de motor is veel kleiner dan een traditionele benzinemotor, ongeveer 40% kleiner. De batterijen kun je op meerdere manieren verspreiden over de auto. Dus je kunt zeg maar meer ruimte bieden voor op dezelfde footprint. En dan moeten we natuurlijk zorgen dat de auto ineens, als je weer terug moet schakelen, dat je die krant kan pakken, je iPad, je smartphone, dat je dat snel weer terug kan leggen, zodat je weer moet rijden. Dus daarom maken we ook dit soort projecten, om erachter te komen of het werkt. Je ziet dat die stoelen, dat die ronddraaien, we kwamen daar heel snel achter, als ze ronddraaien, je kunt er niet in zitten. Want die stoelen die komen tegen elkaar aan. Toch lullig, ergens. Dus dat soort dingen, daar kom je alleen maar achter. Het zijn geen perfecte oplossingen, maar het geeft in ieder geval een stimulans voor een volgende generatie die nog beter wordt. Okay. Dank u wel. Dank je wel. Het is moeilijk te kiezen. U daar, meneer. Hallo, David Klein, Circular Product Design. Ik vroeg me af, in uw presentatie heeft u het vooral over eigendom. Dus het is je eigen auto voor je eigen familie, eigen situatie. Denken jullie ook na over gedeelde auto's? En wat de effecten daarvan zijn op de vormgeving? Ja. Nou, dank u. Oké, we gaan door. Nee, kijk, je moet je voorstellen, Renault is een bedrijf wat oplossingen voor iedereen moet maken. En als gedeelde auto's, sharing cars, een behoefte is, dan gaan wij daar ons ook in mengen. En dat geeft wel een heel ander effect, want het is natuurlijk één ding om een auto te bezitten, is de andere ding om het te delen. En wat we wel eens zeggen, je auto delen, dat is net alsof je je poes deelt of je hond deelt, weet je wel. Ik weet ook niet of je daar nou zo happy mee bent. En de auto's die ik zie die gedeeld worden, zoals bijvoorbeeld Autoleap, een elektrisch huurautosysteem wat we hebben in Parijs. Nou, ik moet zeggen dat je iets minder respect voor de mensheid krijgt als je ziet hoe daarmee omgegaan wordt. Dus het is dat ook wel een uitdaging van hoe kunnen wij auto's maken die zich laten delen, waar mensen ook zin in hebben, weet je wel. Dat het er niet uit komt te zien als een skicabine met wielen. En dat wordt voor mij, denk ik, en voor ons designers de uitdaging, dat die objecten gedeeld kunnen worden, dat ze met respect behandeld worden en dat ze jou op een menselijke manier vervoeren.
Maar daar zijn we ook mee bezig. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Jij, vertel, wat voor vraag heb je? Allereerst dankjewel voor je presentatie. Ik ben Vito, minor student Automotive Design hier. En mijn vraag was, u had het eerst over het heden toen u kwam werken bij Renault, wat u heeft veranderd en de toekomst die daar is uitgerold. Maar wat is eigenlijk de rol van het verleden, de heritage van Renault op het design van de toekomst voor u? Ja, goede vraag. Ik denk... Er zijn veel vragen die ik wel eens krijg van waarom maak je niet een Renault 4 en waarom maak je niet een Renault 16? En dan heb ik zoiets om te zeggen van nou, ik ben hier niet om het verleden te ontwerpen, we ontwerpen de toekomst, weet je wel. Anderzijds, ik denk de rol van het verleden is meer in de waarde van het bedrijf. Renault is een bedrijf wat altijd onderdeel van de samenleving is geweest. In Frankrijk is natuurlijk net zoals Volkswagen in Duitsland een populair merk. Heeft altijd de trend van de tijd goed weten aan te voelen. Soms met iconische auto's. En dus wat ik uit het verleden van Renault haal zijn de waarden. En de waarden die ik vandaag heb laten zien, de menselijke waarden. De waarden van hoe de auto in het leven staat. Voiture à vivre noemden ze. Renault, ook een hele bekende campagne in de jaren 80. Auto's om te leven. Ik denk, daar zie je de continuïteit. Maar het design, de uitvoering, dat is gewoon relevant, contemporain, beweegt mee met de tijd. Avant-garde? We hebben avant-garde geprobeerd en het was niet altijd een onverdiend succes. Oké, dankjewel. Ja. Dankjewel voor je vraag. We hebben nu nog tijd voor één vraag, maar straks is er ook nog wat tijd om Laurens even aan te spreken. Nou, jij deed als eerste je hand omhoog. Kan er even een microfoon naar voren komen? Goedendag, naam is Heijn van Dam. Wat ik mij afvroeg, u zegt het is de auto is een verlengde van het huis, maar u kiest voor de woonkamer. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan liefde, hè, wat een onderdeel van u is, dan zou ik denken, waarom maakt u geen bed in de auto in plaats van... Heeft u dat nog overwogen in de auto van de liefde, dat daar eigenlijk niet meer een bed... Beter zo bij ja, maar van. Ik denk niet, bij liefde denk ik niet altijd aan... Een bed. Aan een bed. Er zijn meerdere vormen van liefde mogelijk. Maar ik vind het een interessant idee. Maar hoe heet het? Alle gekheid op een stokje. Het idee is dat de auto reist in het huis. Dat het een voyage, zoals ze dat zo mooi zeggen in het Frans. En we hebben gedacht dat op de eerste verdieping een speelkamer zit voor de kids. Maar je kunt ook in de auto slapen als je wil. We zijn bezig met gravity seats. Seats die je... laten kantelen, zodat je echt kunt relaxen, achterover kunt leunen. Dus ik denk dat er wel een soort van behoefte aan is, maar meer in de relax-sfeer. Die meneer met die groene, ja. Kun je die nog even... Nou, oké dan. Nee, tuurlijk. Ik ben benieuwd. Nou, allereerst hartstikke bedankt dat ik opgevallen was en te gekke presentatie. Ik merk dat je eigenlijk heel erg een strateeg bent. Hè? Een visie over heel Renault en het gezicht van de front van de auto's. Vormgeving, heb je net gezegd, is ook heel erg belangrijk. Emotie. Dan wil ik even een persoonlijke vraag stellen. Door vanaf hier, van de TU naar nu, kun je iets zeggen over waar je trots over bent, wat je hebt vormgegeven, wat nog misschien wel met een potloodje gedaan is of vanuit je hoofd, dat je zegt van... Dat is Laurens, daar ben ik trots op. Aan deze auto's? Of? Mag je hele carrière gewoon één dingetje zeggen waarvan je zegt van oké, dat vind ik nog steeds een briljant. Ah, briljant. Dat is moeilijk om over jezelf te zeggen. Hè? Dat ja, daarom. No, maar waar je dan trots op bent, laten we het daarop houden. No pressure. Wat best goed gelukt is. Nou, ik denk één auto waar we aan gewerkt hebben toen ik bij Ford zat in 2000, heette 24/7. Dat waren een beetje cubistische auto's. Met een scherm in het interieur waar alles op geprojecteerd werd. Het was een beetje de heyday van de internetbubbel. En dat interieur met de eerste projecties waarin je in kon zitten, je kon personaliseren. Wat je nu eigenlijk begint te zien 10 jaar later. Is toen ik in Amerika zat en zondag na de show de New York Times kocht, stond het op de voorpagina van de New York Times. Dus ik moet eerlijk zeggen, dat was wel even, daar heb ik er 3 van gekocht. Wow. Nog te weinig exemplaren, denk ik. Leuke vraag, dankjewel.
Laurens, om hem af te sluiten met jou. Er zitten hier natuurlijk ontzettend veel jonge ontwerpers in de zaal. Er zijn heel veel studenten in spe. Wat zou je aan hun willen meegeven voor de toekomst? Ja, goed, concreet advies of iets? Ja, ik denk wat voor mij onwijs geholpen heeft, is om je passie te vinden en hem dan te volgen. En ook de moed te hebben, denk ik, om je passie te volgen. En daar, zelfs als je je daarvoor je familie, je vrienden en je voetbalteam voor moet achterlaten. Ik ben nog steeds PSV'er. Terwijl ik nu de spelers niet meer ken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je die durf hebt, vooral als je jong bent. Dat je ontdekt wat je wil doen, daarin gelooft, daar achterna gaat. En dat je alle tools die je kunt meekrijgen gebruikt om jouw doel te vinden. Ik denk niet dat een opleiding de plek is waar je alles kunt vinden, maar je moet hier de energie uithalen. En als je dan geen nee zegt, wat ik zei, als je kansen krijgt, grijp ze. Niet aan geld denken, niet aan carrière denken. Dat komt allemaal vanzelf. Dat komt allemaal later. Als jij blijft doen wat je droomt, dan sta je hier over een paar jaar. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Een applaus nogmaals voor Laurens van der Lakken. Dan wil ik nu heel graag een korte aankondiging doen voor de Renault Design Award 2017. We hebben jonge autodesigners, studenten van de TU Delft, die hebben we gevraagd om hun visie met ons te delen. En hiervoor organiseert Renault dus de Renault Design Award. Dit jaar werkt Renault ook echt samen met de TU Delft en zijn we op zoek gegaan naar 12 studenten autodesign onder leiding van Elmer van Grondelle, Program Manager Automotive Design, en Matthijs van Dijk, hoogleraar Applied Design. Zij hebben de boel begeleid en alle studenten die zijn in duo's aan de slag gegaan om de auto van de toekomst te designen. Van de volgende week kunnen jullie dit hele traject volgen via internet. Er zijn hele toffe documentaires over gemaakt. Ik denk dat jullie het heel tof gaan vinden. Via renault.nl/designaward. Maar voor vandaag hebben we alvast een teaser voor jullie en die wil ik heel graag laten zien. Dit is de Renault Design Award 2017. 6 designerduo's van de TU Delft ontwerpen vanuit de designfilosofie van Renault de auto van de toekomst. Op dit moment is het een hele spannende tijd om autodesigner te zijn, want er komen enorm veel nieuwe ontwikkelingen op ons af. In 6 documentaires volgen we de teams die met hun ontwerp strijden voor de Renault Design Award. Ja. Te volgen dus via renault.nl/designaward en via het YouTube-kanaal. Dit is dan ook het officiële einde van de masterclass. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Alle kijkers die via de livestream hebben meegekeken, superleuk dat jullie erbij waren. Natuurlijk wil ik Laurens van den Akker en Ena Fouten heel erg bedanken. Dank jullie wel. En er is nu voor alle genodigden hier een borrel hier in de hal. En mochten jullie het leuk vinden, dan kunnen jullie op de foto met de symbioos. Maar wees alsjeblieft voorzichtig, raak hem niet aan, want we zijn er heel erg zuinig op. En Laurens is ook nog even een half uur beschikbaar om een selfie mee te maken of een vraag aan te stellen. Dank je wel voor jullie aandacht.